Het zijn er niet veel, maar ze zijn er. Mensen die zich verkleden als koning en op pad gaan om liedjes te zingen. Zoals hier bij een verzorgingstehuis in Oosterwijk. Omdat het toch wel een vergeten traditie is. En wij hebben zoiets van, ja, we wilden de traditie toch in ere houden. En kijken of er animo voor is. En dat animo is behoorlijk afgenomen. De traditie lijkt langzaam uit te sterven. Nee, wij vieren dat niet. Nee. Ik heb er een beginnering in. Ja, ik weet niet even wat de Drie Koningen is. En ja, ik heb er bijna nog nooit van gehoord. Ik zou niet weten wat ik moet vieren. Ik heb net kerst gehad, oud en nieuw gehad. De kerstboom is net opgeruimd. We gaan nou weer even stevig aan de gang. Drie Koningen, geef mij een nieuwe hoed. Het is op sterven na dood. De belangrijkste reden is dat het verdwijnt, is dat het verhaal van Drie Koningen niet meer wordt verteld. Vertel je kinderen niks, dan weten ze niks en dan houdt de traditie op. Drie koningen, drie koningen. Jullie gaan de verzorgingstehuizen af. Is dat ook een beetje de doelgroep van Drie Koningen inmiddels? Nou, ik denk het haast wel, want natuurlijk is het van oudsher. En ja, de jongeren die zijn daar niet zo bekend mee. Toch is het volgens Paul Spapens een verhaal wat zeker nu van belang kan zijn. Drie koningen, geef me een nieuwe hoed. Koningen van Afrika, Azië en Europa, de toenmalig bekende wereld. Die gingen samen, broederlijk, eendrachtig, respect voor elkaar, op zoek naar het kindje Jezus, is gelijk aan het goede. Dus samen optrekken, zoals de Drie Koningen hebben gedaan, dat verhaal is tegenwoordig van grote waarde. Of de traditie blijft bestaan is de vraag. Aan het enthousiasme van deze koningen zal het niet liggen.